Davy Dekker, een pittige rit vandaag met een finale die jou wel kan liggen, denk ik. Ja, ik hoop het wel. Het is best wel een zware rit, maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn. En het aankomst finishrondje is lastig, maar ik denk wel haalbaar. Jij en Olaf Kooi verdelen de ritten hier. Zal hij vandaag jouw lead-out man zijn? Ja, hij zal samen met de rest van de ploeg proberen om zo lang mogelijk te helpen. En dat zal een beetje afhankelijk van de wedstrijd zijn of dat in de finale is of daarvoor al. Je startte jouw seizoen heel sterk in de UAE-tour. Nadien deemsterde je een klein beetje weg. Heb je het gevoel dat je terug in topvorm verkeert? Ja, zeker. Zeker na afgelopen maandag had ik weer echt het gevoel dat ik weer, toch weer de vorm te pakken heb die ik ook in de Emiraten had. Dus dat is zeker fijn. Verwacht je dat misschien vandaag een vlucht tot het einde zou kunnen reiken en het voor jullie moeilijk maken? Ik denk dat wel een van de meest kansvolste dagen is voor een vroege vlucht. Maar ik denk dat er wel genoeg controle gaat zijn. Ik denk dat er meerdere ploegen nog steeds interesse hebben in een sprint. Is het ook al duidelijk wie dat de finale, de slotrit, mag sprinten? Normaal gezien zal het Olaf ook zijn. Oké, dankjewel. Graag gedaan.